Konnichiwa Minasan, vandaag zijn we te gast bij Heroes Made in Asia. Hier kan je terechtkomen als je fan bent van de Aziatische cultuur, anime, manga en noem maar op. Vandaag ga ik ook cosplayers interviewen en laat ik jullie insights zien van het event. So, let's go. Oké, 3, 2. Dat is een vraag. Wat ben jij eigenlijk gekleed? Ladybug, dat is van een serie genaamd Miraculous. Miraculous? Dat is BMO van Adventure Time. BMO? Ja, van Adventure Time. Oh, van Adventure Time. Ja. Als Rapunzel. Rapunzel! Nu zie ik hem. En jij? Wacht wilt. Even, jij bent van Death Note, of niet? Ja. Oh. Wow, hoe dat meid ook weer? Iets met een K? Misa. Oh, Misa was het. Ik ben verkleed als Kamado Tanjiro van Anime Demon Slayer. Oh, leuk! Heb je het zelf gemaakt of heb je het gekocht? Nee, ik heb het gekocht. Ja. Deze heb ik tweedehands gekocht. Dus, is het duur? Ja. Ik weet het niet meer. Dit is eigenlijk mijn dagelijkse kleding. Echt? In principe. Dit... Ja, gewoon even een rokje gepakt en zo. Ik hoorde net van iemand, haar kostuum was €400. Hoeveel was die van jou? Nou, de tv was gratis. Oh. En de kleding had ik al, dus eigenlijk... Is het een echte tv? Of, Ja, het is een echte tv. Oh, wow. Die heb ik helemaal uit elkaar gehaald. Ja, ik heb wel mijn haar echt hiervoor geverfd. Ja. En ik heb een touwtje en zo voor de tas gemaakt. En ik ga van de week ga ik mijn tas ook helemaal... Zij is zeg mijn eigen logo. En die ga ik ook op de tas maken. Deze is €400. €400? De pruik alleen, zeg maar. Had je dat verwacht? Nee, jammer goed. Ik heb het gewoon via AliExpress heb ik gewoon besteld. Ik heb alles gewoon zelf apart besteld. Ja. Let gewoon alles. Maar ik ben van plan gewoon eerst met gewoon foam te werken. Mijn eerste ding is gewoon echt een hele grote zwaard van foam. Ja, want uiteindelijk wil ik ook dat ik gewoon echt het kostuum, de kleren naaien, gewoon dat alles zelf. Mag je zwaard zien? Oh, tuurlijk. Het is gewoon heel licht, gewoon heel flexibel. Oh ja, ik zie het. Dus ik kan makkelijk gewoon mensen mee met faciliteiten. Nog niet eigenlijk zo lang. Ik heb dit 1 keer gedaan vorig jaar met Halloween. Oh, dat is ook okay. En ik heb 1 keer eerder een cosplay gedaan. Ja. Meerdere kostuums is het de eerste Ik heb ook Ariel nog en ik heb ook gewoon meer... Ariel? Ja. Is dat vorig jaar of... Nee, ik heb Ariel ook op kinderfeestjes en zo. Oh, dus, leuk. Hoe lang was je hiermee bezig? Ja, ik ben hier best wel lang mee bezig geweest. Maar ik heb ook heel veel om gewoon laten liggen. Dus ik denk dat ik echt in een jaar dit heb gemaakt of zo. Ja. Ja, maar dan zeg maar ongeveer 2 weken in totaal. Ja. Heb jij enigszins enige favoriete anime's? Zo ja, wat zijn je top 3? Ja, sowieso. Ik ben even kwijt hoor, sorry. One Punch Man? Echt gewoon Saitama, een van de beste superheroes ooit. Jojo. En denk Demon Slayer of Dr. Stone. Your Line April. Gintama. Gintama? Ja, Gintama. Violet Evergarden. Steingate, vind ik een hele goeie. Zou ook wel... Ja, misschien minder groot qua coole cosplays, maar er is wel potentie. En een andere waarmee je begonnen, echt een hele grote, is One Piece. One Piece? Ja, One Piece. Je bent dan niet pas mee begonnen? Nee, ik ben met de manga en de anime op de date. Ja, solid. Solid, ja. Ben ik het mee eens eigenlijk wel. Ja, wat zijn jouw favorieten? Ik interview jou, hè. Oh, sorry. Oh,
Nou, dat was het voor vandaag mensen. Ik hoop dat jullie net als ik genoten hebben van het event. Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet en ook heel veel souvenirs gekocht. Laat maar nog in de comment weten of jij er de volgende keer bent en hoe jij de volgende keer verkleed zal komen. Tot de volgende keer. Ciao, matane. Niks. Ja, oké, vraag jij dat maar hè. Ik wil niet minder vragen. Maar wat moeten we vragen? Zijn gewoon objectieven die we moeten over hebben of gewoon iets? Ik ben nog bij dat gedeelte dat Kaido. Hallo, je kan niet zo lang hè. Ik interview jou hè. Oh, sorry. En 3, 2, 1, go! Hoe heet jij? Ik ben